Goedemorgen lieve allemaal, wat gezellig dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag, ik ben vandaag lekker vrij, ik hoef niet te werken als juf. Dus ik ga vandaag weer op pad. Ik heb een heel erg leuk event op de planning staan van Hunke Muller. Samen met alle lieve Hunke Muller ambassadors. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik ga zo meteen naar Amsterdam en dan gaan we gezellig samen lunchen, samen shooten. Dus ik neem jullie weer mee op pad. Heb je zin in deze vlog? Doe dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wens ik jullie heel veel kijkplezier. Zoals je kunt zien ben ik vandaag lekker voor mint gegaan. Ik heb eigenlijk meestal roze aan of nude kleurtjes. Maar ik zag dit topje dus bij Zara. En nu vind ik hem echt helemaal leuk. Echt zo'n leuk mint topje. En ik heb deze haarband erbij gedaan van Your Fashion Finds. Kettingjes die ik al heel vaak om heb. En dit topje, dit is dus wat een korter topje. Ik vind dat heel erg leuk. En dan die riem van Josh V. Broek van Naked. En dan heb ik daaronder, even hier zo lopen, die schoenen van Nike. En daar van die sokjes onder. Dus dat is wel eventjes de outfit voor vandaag. Nu moet ik snel opschieten, want ik heb een afspraak om mijn nagels te gaan doen, nog van tevoren. Het is nu 8:15. De afspraak heb ik om 8:30. En daarna ga ik naar Amsterdam. Heel erg veel zin in. Belooft een leuke dag te worden, dus let's go. Ik sta nu op het punt om de deur uit te gaan. Ik wil eigenlijk jullie mijn hele outfit laten zien, maar dat gaat een beetje moeilijk misschien straks als ik in Amsterdam ben. Ik heb wel even zo'n bar meegenomen van MyProtein. Die heb ik laatst laten zien in mijn vlog. Echt super chill zijn die. Ik had het liefst even ontbeten met yoghurt. Maar ik was te lang aan het tuttebellen en aan het kijken wat ik aan moest doen. Dus nu heb ik eigenlijk geen tijd meer om te ontbijten met yoghurt. Dus dan neem ik deze even mee. Dat vind ik wel heel erg handig. Ik ga de auto instappen en mijn nagels lekker laten doen. Want dat is hoog nodig. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden vandaag. Want ik heb me nog niet echt goed voorbereid. Normaal kijk ik van tevoren altijd even op Pinterest voor inspiratie. Maar we zullen het zien. En dit is echt schandalig. De kapstok hangt helemaal vol met jassen van mij. Je ziet gewoon door de bomen het bos niet meer. Dit is echt erg. Dus dan moet ik heel even een keer gaan opruimen. Want als er dus gasten komen, kunnen ze hun jas niet echt kwijt. Nou, let's go. Ik zit weer in de auto en ik ben net terug van het doen van mijn nagels. Het is echt zo mooi geworden. Echt super blij mee. Er zit echt een hele mooie metallic finish overheen. I like it. Dus dankjewel Jamie. Helemaal blij mee. Ik heb ook wel een grote tas meegenomen met allemaal verschillende outfitjes. Want zometeen bij de shoot van Hunke Muller mochten we ook onze eigen outfitjes meenemen. Ik heb nog een mintgroene trui meegenomen. Nog een wit rokje en nog een lichtblauw pak. Dan kan ik dat mooi gaan stylen met de nieuwe items van Hunke Muller. Want het is nu braadparty. Dus heel erg veel zin in. Ik kan niet wachten. Ik ben wat te vroeg op het station. Maar de zon schijnt al. Dus ik vind het helemaal niet erg om te wachten. Ik dacht dat ik het allemaal niet ging halen. Maar ik heb precies gehaald. Dus on my way to Amsterdam. Ik ga lekker de trein pakken zo meteen. Zie ik jullie daar. Ik ben nu in Amsterdam. Gezellig samen met alle andere ambassadors. Hi! En we gaan lekker lunchen. Dus er worden al lekkere soepjes en dingetjes neergezet. Heel erg veel zin in. Want ik heb ook mega honger. En daarna gaan we lekker shooten. Maar het is hier super mooi. Ik ga jullie zo meteen wel even alles laten zien. Kijk, we beginnen lekker met een soepje. Lunch is, dat ziet er echt super lekker uit. Iets van een salade. Looking good. We zijn nu in de styling room. En hier hangen allemaal leuke BH'tjes. En allerlei andere dingen die we kunnen gebruiken voor de shoot. Super leuk. We gaan heel even kijken wat we aan gaan trekken. Doen. Echt wat meer volume, een beetje slag erin. En dan gaan we zo meteen lekker shooten. Zinnen. Wij zijn nu aan het shooten. Ik heb een heel leuk BH'tje aangedaan van Hunke Muller. En we hebben nog allerlei andere spulletjes gepakt. Die zal ik zo meteen heel even aan jullie laten zien. Dit is de hotelkamer. Daar zijn nog meer meiden aan het shooten. En we hebben sowieso ook nog deze leuke pakken gepakt. Blauw, roze en leuke braletjes en BH'tjes, dus superleuk. Hoi lieverds, oh my god, ik heb echt de hele dag bijna niks meer voor jullie gefilmd. Echt sorry daarvoor, het was gewoon een super drukke dag.
Ik merkte dat we eigenlijk continu bezig waren. Toen we daar aankwamen gingen we eigenlijk meteen gezellig met de meiden lunchen, bijkletsen. Ja, dan ga je ook niet echt filmen. En daarna was het tijd om te gaan shooten. Ik heb jullie heel eventjes de styling room laten zien. Die was echt tof. Ik heb wel een paar leuke lookjes gepakt. Oh, hoe ik er nu uitzie. Oh my god. Kijk daar maar heel even doorheen. Want mijn haar zit gewoon echt helemaal in de klet. We hebben eigenlijk meteen fotootjes gaan maken. Ik zal jullie zo meteen als ik thuis ben wel heel even een kleine sneak peek geven. Ik heb net onderweg al heel even wat geselecteerd toen ik in de trein zat. Er zitten echt wel wat leuke dingetjes bij. Maar het was zo hectisch. Er waren 3 kamers geloof ik. En echt super veel meiden. Dus iedereen wilde op het bed. En iedereen wilde ook in de badkamer. Dus je moest af en toe wel weer wachten. En ja, continu foto's maken van elkaar. Ja, sorry, mijn camera die draait. Maar ik merk dat het best wel vermoeiend was. Ik heb ook heel erg veel hoofdpijn nu. Ja, zo'n dag is toch altijd best wel druk. Ik wil altijd heel even met iedereen kletsen. Ja, het kost mij best wel veel energie, merk ik dan. En ja, dan komt dat er gewoon uit en dan krijg ik hoofdpijn. En aan het einde van de dag krijg ik hier dan, ja, ik denk niet dat je het zo goed ziet, maar op foto's zie je dat heel goed, zo'n ader. Als ik het gewoon druk heb of zo, of een drukke dag heb gehad. En ja, trouwens over hier gesproken, ik heb nooit buisjes, bijna nooit, heb ik vandaag een fotoshoot, zit er hier zo dikke. Daar ben ik niet zo heel erg blij mee, maar goed. Beetje facetune als ik hem op Instagram zet en dan is hij weg. Maar goed, dat is ook gewoon reëel. Iedereen heeft er wel eens last van, dus het is ook niet heel erg. Maar toch baal je daar dan van, want als je een shoot hebt, dat je dat net hebt. Nou, ik ga lekker naar huis rijden. Ik zie jullie zo meteen als ik thuis ben. Ik heb heel erg veel honger. Als het goed is, is Dennis al een pizzaatje van mij aan het klaarmaken. Dus super veel zin in. Die ga ik daar lekker eten. En dan ga ik jullie de foto's laten zien. Ik heb ook nog wat mooie BH'tjes gekregen. Dus die zal ik zo meteen ook met jullie unboxen. En heerlijk, pyjamaatje aan, op de bank liggen. Can't wait. Dit is dan mijn avondeten. Pizza. Ik had er echt zoveel zin in. Dit is pizza op een pizzabodem van bloemkool. Dus dat is dan wat gezonder. Met tomatensaus, parmaham, tomaatjes, mozzarella, rucola en parmezaanse kaas. Lekker mijn panter chill pakje aangedaan. Echt heerlijk. Ik zou jullie nog wel eventjes de setjes laten zien die we hadden gekregen. Allereerst deze bralette. Heel erg mooi lace in het licht roze. I like it. Ik vind bralette ook echt heel erg leuk. En dan zit daar een mooie bijpassende slip bij. Dus dan heb je ook echt meteen een heel leuk setje. En nog een zwarte BH. Altijd goed. Deze lijkt me ook echt top. Met dat kant onder. Echt super leuk. En ook daarbij een bijpassend slipje. Heel erg leuk. Nou, dat waren heel even de BH. Dus nu is het tijd voor deze lekkere pizza. Hij ziet er echt super goed uit. Ik ga even een hapje nemen. Ik weet niet waar ik moet beginnen hier. En ik zou jullie nog heel even een beeld geven van de shoot. Ik heb 1 zo'n shot gemaakt. Dit is wel even een boemerang, maar ik vond dat wel heel erg leuk zo in de spiegel dan. Ja, ik moet ze sowieso nog heel even uitzoeken. Het zijn er gewoon echt heel veel. Dus heel even kijken welke het gaat worden. En dan is dit nog een andere setting. Dat vond ik ook wel heel erg leuk zo met dat taartje. Kijk, vet leuk. Dus moet ik ook nog heel even kijken welke ik uit ga kiezen. En daarna nog een paar met Carolina. Ook echt heel erg leuk zo samen. In onze gekleurde pakken. Was echt super gezellig samen. Ik heb eigenlijk bijna niks meer gefilmd. En hier in mijn roze pak. Ook nog mega leuke foto's. Dus die zullen jullie nog wel voorbij zien komen op mijn Instagram. Als je hem nog niet volgt. Volg me dan zeker heel eventjes. Mijn Instagram naam is Lieke Biemans. Hallo lieverd, daar ben ik weer. Het is vandaag zaterdag. Ik zit weer lekker in mijn chillpakkie van Goldie Estelle. Echt, ik leef hier in de laatste tijd. Zo'n super fijn joggings outfitje. Ik ben vanochtend de dag al goed begonnen, want ik ben gaan sporten. Ik heb echt de smaak te pakken, moet ik zeggen. Ik ga samen met een vriendin en de laatste tijd gaan we gewoon 4 keer per week. Echt heftig voor mij, maar ik vind het gewoon leuk om te gaan sporten. Ik krijg er een goed gevoel van. Ik krijg er energie van, dus dat is echt helemaal top. Ook de oefeningen gaan steeds beter. En samen met iemand vind ik het minder voorschut
om bepaalde oefeningen te doen, als jullie dat begrijpen. Ik probeer soms al wat stories te delen via mijn Instagram. Dus vind je dat leuk om te zien, volg me dan vooral heel even. Mijn Instagram is Lieke Wiemans. Wie weet durf ik op een dag de vlogcamera mee te nemen naar de fitness. En dan zal ik een keertje wat voor jullie filmen. Maar nu voel ik me daar gewoon nog niet comfortabel bij. Maar ja, ik wil jullie heel even een update geven. Ik zit lekker in mijn vel. Ik ben al best veel afgevallen. Dus helemaal klaar voor de zon en voor de zomer. Ik heb zo meteen met mijn vriendin afgesproken. We gaan lekker lunchen. Ik heb net gedoucht. Ik heb me weer opgemaakt. En ik ga nog heel even een paar leuke items aan jullie laten zien. Die ik heb mogen ontvangen van Chiquel. En daar heb ik ook nog een kortingscode bij. Dus kijk vooral al eventjes mee. Heel even samen met jullie de items passen. Vind ik altijd heel erg leuk om te doen. Ik heb nu een broek aan van Naked Fashion. Laarsjes van Josh V. En mijn riem is ook van Josh V, mocht je dat willen weten. En de trui is dus van Chiquel. Die vind ik ook meteen heel erg leuk. Leuke mintkleur. Er zitten allemaal gaatjes in. Je kunt hem lekker off-shoulder dragen. Ja, net hoe je het leuk vindt eigenlijk. Lijkt me ook heel erg chill om deze over een bikini te dragen. Dus ja, deze vind ik gewoon echt top. Volgens mij zijn al die truien one size. Dus dit is al even item 1. Dan de volgende look. Die bestaat uit deze witte trui. Het is een hele chille trui. Gewoon een wat dunnere trui. Dus die kun je nu gewoon prima aandoen. Nu het wat lekkerder weer wordt. Er zit een streepje in. Er zit een klein pailletje in. Dus hij glittert een beetje. Ik hou van glitter. Dus dat is meteen helemaal gezellig. En volgens mij is het ook weer one size. De derde top is voor nu nog vrij zomers. Maar als het dadelijk wat lekkerder weer wordt, dan vind ik het wel heel erg leuk om zoiets te dragen. Het is een wat korter topje, een crop topje eigenlijk, die je hier zo strikt. Ik heb gekozen voor de kleur wit, maar ik zag op de sites dat ze ook nog gewoon andere kleuren hadden, mocht je deze niet leuk vinden. Ik heb nu voor zo'n strik gekozen, maar je kunt hem natuurlijk zo strikken, net zoals je het leuk vindt. Dit zwarte randje hoort er niet bij trouwens, dat is van mijn BH. Vond ik wel leuk om dat eronder uit te laten komen, maar je kunt hem natuurlijk ook nog naar beneden trekken. Dit is wel een beetje een festivaltopje, vind ik. En dan het laatste outfitje. Dit is echt een pantalookje. Ik heb gekozen voor dit shirtje in maat S. Maar hij is wel echt, wacht, ik heb hem net achter in mijn broek gestopt. Hij is echt heel groot. Hij valt echt super oversized. Dit werkt voor mij niet helemaal zo op deze manier. Dus ik had hem net al even zo gedaan. En dan achter in mijn broek gestopt. Maar als ik dat had geweten, had ik wel XS gepakt. Want ik vind het wel altijd wel wat mooier als het gewoon aansluit. Maar zo gaat het op zich wel prima. En dan in combinatie met die riem. En die laars. Die laars zijn ook echt geweldig. Ik draag ze eigenlijk veel te weinig, omdat ze dus zo'n hoge hak hebben. Maar zo vind ik het echt top. Ik heb nog een hele leuke kortingscode voor jullie. Met de code 20LIEKE krijg je 20% korting op jouw bestelling. Dus mocht je dat leuk vinden, ga zeker even kijken. En ik ben ook heel erg benieuwd welk lookje jouw favoriet is. Nou, Romy, mijn vriendin en sportbuddy, die komt me zo meteen ophalen. Dus ik ga me nog heel even klaarmaken. Ik weet niet, zal ik het aanlaten? Ik twijfel een beetje. Het is op zich best leuk. Niet wat ik in gedachten had, maar wel leuk. Ik heb er al even mijn jasje bij aangetrokken en nu ben ik helemaal klaar om te gaan. Ik vind het altijd best wel lastig zo met dit weer. Doe ik nou een winterjas aan of meer een tussenjasje? Maar ja, dit is eigenlijk ook een winterjas uit de oude collectie van Josh V. Maar die vind ik dus echt top voor dit moment. Ik heb mijn nieuwe zonnebril erop. Helemaal blij mee. En nu gaan we lekker lunchen. Ik zit in de auto samen met Romy. Dit is dus mijn sportmattie. Ik ben heel fanatiek bezig. Heel fanatiek. Sinds hoe lang nu, denk je? 3 weken of zo? Maandje. Ja, sinds jouw been ook weer wat beter was. Ja, ja. Toen zijn we echt samen gaan sporten. Nu gaan we gewoon 4 keer per week. Niet te doen. En we hebben net al even een leuke foto gemaakt van ons lookje, wilde ik zeggen. Maar ja, vooral van mijn lookje, want ik wilde graag een foto maken. En nu zijn we onderweg naar Rijssie. Daar werkt Romy ook. En dan gaan we lekker lunchen. Zin in, ik heb heel erg honger, want ik heb alleen nog maar yoghurt gehad vanochtend. En ik heb wel zin in een broodje carpaccio. Yummy! Zo blij met mijn bril. Nu kan ik hem eindelijk eens een keer opdoen. Oh, gaat niet echt flexibel. Hij is wel lekker groot. Lekker diva-achtig. Ik hou ervan. Cheers! Cheers! Yay! Ik zit nu lekker op het terras. Ik heb gewoon weer een aperol. Dit is toch echt genieten. En ik heb pacho salade. Ziet er echt heel lekker uit. Ik ben met Romy en met Isabel. Lekker in de zon. Genieten van de aperol.
Op de volgende ronde. Wij zitten nog steeds lekker op het terras. En ik ben nog steeds echt zo blij met mijn nagels. Echt superleuk. Beetje die metallic kleur. Ik ben weer terug. Ik heb echt de hele middag lekker op het terras gezeten. Het is nu... Wow, het is 5:30. Ik heb letterlijk de hele middag op het terras gezeten. Maar kijk, mijn armen zijn gewoon echt rood geworden. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Zo wel, denk ik. Echt erg. Het was gewoon zo lekker zonnig. En die eerste zonnestralen, ja, die zijn dan gewoon fataal. Maar goed, ik blijf nooit lang rood. Ik verbrand ook niet echt heel snel. Ja, nu dus wel. Maar dat wordt straks bruin. Dus dat is super goed. Ik heb een pakket binnen de Fashion Box. En die ga ik heel even samen met jullie unboxen. Dat had ik eerder deze week al binnengekregen. Stond nog op mijn to-do list. Dat ik dacht, jee, ga ik even samen met jullie naar kijken. En dan zie ik meteen iets heel erg flitsend. Wel heel heftig dit. Ik ga hem even openmaken. En dat is van Livera. Oh my god. Dit is een... Zit dan echt een zwembroekje? Nee, is gewoon een broekje. Short. In metallic kleur. Oké. Misschien dat als ik hem aandoe, dat ik hem dan wel leuk vind. Zo vind ik hem best wel apart. Maar ja, hij is in ieder geval lekker opvallend. Dan heb ik van Livera, dit vind ik wel echt heel erg leuk, Body Power, zo'n klein flacon. Ziet er gewoon alleen al te mooi uit. En daar zit dan een, even kijken, shimmer powder in. Oh, dat is echt super leuk. Daar ben ik heel erg blij mee. Ik zie van Solac een apparaatje om je wenkbrauwen te doen. En volgens mij ook om je wenkbrauwhaartjes weg te halen. Dat heb ik nou niet nodig. Oh, je kunt er ook nog je bikinilijn mee doen. Staat hier. Nou, ik heb net mijn wenkbrauwen laten doen. Dus ik ga hier iemand anders blij mee maken. Dit ziet er heel cute uit. Een tasje met mijn naam erop. Oeh, ik moet voorzichtig zijn. Even openmaken. Maar ik hoor al iets. Het is van glas. Oh, daar zitten flesjes in. Verschillende soorten oliën zijn dit. 3 verschillende soorten. Oh ja, macadamia oil. Kijk, deze zit er ook nog bij. En ik ga heel even op het briefje kijken. Geloof in de kracht van de natuur. Natuurlijke verzorging voor huid en haar. En voor je huid. Nou, super leuk. Dan zit er nog iets in van My Unique Style. Even openmaken. Ik weet niet, nog niet precies wat het is. Dat is altijd leuk, want het is dus altijd een verrassing. Ook, het is een giftcard. Hoi, wat leuk dat je meedoet met de Fashion Box. Zoek wat leuks uit met de cadeaubon. Oh, super leuk. En dit is dus een giftcard. Het is allemaal heel mooi ingepakt. Lekker vrolijke kleurtjes ook. Het is een giftcard ter waarde van 30 euro. Mag ik iets uitzoeken op de site? Nou, super lief natuurlijk. Dan zit er nog een grote tas in. Dat is deze. Ga ik ook wel even unboxen. En daarin zit een portemonnee. Niet meteen helemaal mijn smaak, als ik heel eerlijk ben. Het is volgens mij wel van echt leer. Het is een beetje, ja, het is wel heel leuk voor een festival. Kijk, best wel grappig. Ik denk dat mama deze heel erg leuk vindt, dus ik ga je mama blij mee maken. Er zit een clipje om. Oh, en je kunt er wel heel veel pasjes in kwijt. Dat is super chill. Dus dat was de Fashion Box. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dat heel eventjes te zien. En er kwam net nog een pakketje binnen van Hunkemiller. Ik heb een nieuw sportoutfitje besteld. Dus laten we die heel even samen gaan passen. Ik hoop dat die mooi is, want dan kan ik er meteen maandag in gaan trainen. Kijk, dit is dus mijn nieuwe sportoutfitje van Hunkemiller. Echt zo leuk. Lekker roze. Dit is de Sport BH. En dan zit er ook nog zo'n sporttopje bij in het roze. De achterkant is hier een beetje zo, ja, dat er wat gaatjes in zitten. En dan nog lekker een roze broekje met panterprint. Echt heel erg leuk. Ik ga het nu al eventjes passen. Nu we toch bezig zijn met de unboxing, heb ik nog wat andere leuke dingen. Deze sokjes van Daily Socks Berlin. Deze vind ik echt zo cute. Heel erg leuk om ook onder je sneakers uit te laten komen, deze witte. En deze zilveren met allemaal kleine steentjes, ook heel erg leuk. Deze zijn wel heftig, want die zijn echt heel erg lang. Ik wist niet dat ze zo lang waren. Dan doorzichtig, lekker roze. En dan ook deze beetje nude met roze stipjes.
En dan nog dit nieuwe geurtje van Erin. Ik weet nooit zo heel goed hoe ik het uitspreek, maar ik vind het altijd een heel fijn merk. Ze hebben hele lekkere geurtjes. Ook hele lekkere geurkaars. Kijk, die heb ik hier zo staan. Echt top. Maar dit is dus een nieuwe geur. Dan is dit het sportoutfitje. Lekker roze. Ik hou ervan. Ik word hier helemaal blij van. Hij bestaat uit deze broek. En deze top. En dan nog de leuke sport BH. De top is heel erg chill. Het is een wat losser vallendere top. Daar hou ik van. Hij heeft korte mouwen, maar die zijn dan wel net iets langer. Ja, heel leuk. En de legging, kijk. Dit is dus echt zo'n hoge legging. I like it. Met hier zo'n elastiek. En dan heeft hij echt een hele toffe panterprint. Ik zal nu ook nog heel even het shirtje uitdoen en hem laten zien met de sport BH. Maar ik ben hier heel erg blij mee. Ik ga hier zeker lekker in trainen. Het is wel nog een soort van heftig om zo naar de sportschool te gaan voor mij. Maar ja, ik vind het op zich wel heel erg leuk staan. Ik was net wel aan het bewegen en toen ging dit open omdat dit echt een ritje is. Dus ik hoop dat als ik aan het sporten ben dat het wel gewoon goed dicht blijft. Let me know wat jullie van dit nieuwe outfit. Ik heb lekker deze tapashapjes gemaakt. Het ziet er echt super goed uit. Ik heb gewoon van alles bij elkaar gedaan. Kaasjes, kip, wat vlees, vijgenbrood, dadels, mozzarella, tomaat, peertjes. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit weer een gezellige vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dikke kus en dan zie ik jullie gezellig de volgende keer weer. Dank voor het kijken.